Ik ben René van Leeuwen en dit is Statements. Ha! Je bent altijd zo goed gehumeurd. Dat waardeer ik. En daarom voor jou een nieuwe aflevering Statements. Met je boy Willy Wartaal, je andere boy René van Meurs. Hallo internet, maar check wie we in het midden hebben zitten. De eindbaas van Dumpert. Laat je horen voor René van Leeuwen. Misschien wel de enige René die er echt toe doet. Hoe is het, René? Ja, goed. Dit is leuk, want nu ben je een keer bij mij te gast in plaats van ik bij Dumpert eten. Ik ben sowieso nooit ergens te gast. Dit is echt een unieke toestand. Dit. Hoezo schuif je nergens aan? Ja, weet ik niet. Ik voel me totaal ongemakkelijk, nu ook. Echt? Ja. Maar je ziet het een beetje, maar ik denk wel dat het op een gegeven moment zullen zien. Jawel. Dit zijn toffe peren, ik hou van ze. Ligt ook niet aan jullie. Ligt aan mij. Maar je bent altijd een gast met een goede uitgesproken mening. Je bent grappig, je bent redelijk vlot in de babbel. Ja, maar nu gaat het dus over mij. En dan word ik ongemakkelijk. Ah, ja. Liever de pijltjes naar buiten. Precies. Ik ben ooit uit een bar getrapt. Hey, ik ben Max. Ik breek even in mijn statement. Dinsdag, nieuwe serie op dit kanaal. Ongelooflijk. U mag hier binnen, mag u maar 5 kilometer per uur. Waar staat het? Met scootmobiel. Ja, dat hebben ze net ingevoerd. Net als dat ze hebben ingevoerd. Vanaf nu gaan we terug naar 1982. Omdat er een fout is gemaakt in de jaartelling. Ja, giller. Belachelijk. Gewoon zo laten zoals het is, klaar. Ja. Ik voel me zwaar in de zaak genomen, grap. Echt serieus. Tuurlijk. Maar door wie? Ja, door de mensen van de bar. Oké. Hallo, wij zijn de barmensen. Ja, misschien ken je dat. Ken je Lore in Delft, die studenten-toko? Dat is zo grappig. Daar kan je zo 4 bier bestellen en dan gewoon tegen de bar pissen. Je kan daar alle studentenjassen pikken, omdat de garderobe is onbewaakt. Oh. En dan hebben ze van die jasjes met van die billentikkers en zo, van die flappen zo op de kont. Van die pinguinjackies. Ja. Ik ben er uitgeflikkerd toen ik probeerde om te kijken hoeveel ik er tegelijkertijd aan kon doen. Dus ik had de garderobe had ik aan en toen werd ik eruit. Nou ja, klinkt opeens helemaal niet meer als een leuke tent. Je probeert alleen maar die jasjes aan, dus het is gewoon even... Ja, maar ja, studenten. Ik heb wel ruzie gehad in barren of in cafés, maar niet met de barmensen zelf. Ik heb wel een vriend gehad een keer die moest een tand zoeken op de vloer van de Café de Burg. Maar een echte tand of een... In Rotterdam, echt een tand. Een echte tand. Ook keihard op zijn bek geslagen. Wow. En toen lag zijn tand er op de grond. Moesten echt de lampen aan en zo en de mensen kijken. Dat is wel lief, dat is wel lief dat ze het licht hebben aangedaan voor zijn tand, toch? Ja. Niet gevonden helaas. Nee, tuurlijk niet. Gaat u lachen? Ja. Nee, ik ben uit een bar. Ik ben niet echt een drinker, dus ik ga hier naar kroegen en barren, maar ik ben wel een keer uit de Melkweg getrapt. Maar dat was niet mijn schuld. Heel dom. Ik had zeg maar, al mijn vrienden uit de hoed ook uitgenodigd om een keer naar een show van de jeugdvertegenwoordiger te kijken. Dus opeens stonden er nog 25 extra boys op de lijst. Is niet goed gaan. Op een gegeven moment stond ik in korte broek voor de deur in de regen. Een soort van, mag ik dan alsjeblieft naar binnen alleen maar om mijn spullen te pakken? En toen werd ik boos. Heb ik nog een fiets tegen het raam gegooid volgens mij. Maar toen ben je als artiest eruit gezet? Als artiest eruit gezet. En de jeugd van tegenwoordig mocht een jaar niet meer naar de Melkweg om op te treden. Wauw. Ja. Ik kijk graag filmpjes van ongelukken. Ik kan geen nee zeggen op deze, op dit statement. Ik kijk nu heel veel filmpjes van... motorrijders die verongelukken en vallen en falen. Dat is echt heel sick. Oeh, maar je hebt maar 2 wielen en je hebt ook gewoon alleen een korte broek aan. En jij trekt nu een wheelie langs de boulevard. Ja. Het is, het is echt het recept voor korte broek op een motor en dan... Ja, dan wil je toch ook gewoon dat diegene valt. Ja, ik moet ook te hard lachen om die valpartij in de Tour de France. Want het is echt super sneu en die mensen trainen hun hele leven. Maar dat is het nou juist. Ja. Die trainen een heel jaar en dan rijden ze daar gewoon en dan ineens gaan ze allemaal op hun bek. En dan staat daar een retard met een bord. Net van een after, het bord gemaakt van vloedjes. En 100 fietsers vallen om. Ja, heel erg. Sick. Ja, totdat iemand een keer doodgaat. Dan is het niet meer leuk, toch? Echt jammer dat je... Ik ben een billenmens. Ja, eigenlijk wel, man. Tieten. Heel veel mannen hebben ze ook. Ik was een tijdje bang dat ik later 80 ben of zo, dat ik op straat loop. Dat dan iemand voorbij loopt en die dan omroept zo van... Hey, dikke billen, 5 reten! Weet je wel, dat gewoon het enige is wat mensen van mij gaan dat onthouden. Dat ze dat van dat je gewoon nooit meer vanaf kom. Heb jij nu een vriendin? Zeker, die zit zelfs hier in de zaal. Nee, wacht even. Dit is helemaal nieuw voor mij. Ja. Yo. Hè? Dat is wel leuk, de reactie. Hoe lang is dit aan? Dat gaat snel, hè.
drie maanden. En... Door een half jaar en drie maanden. Ja, dat was heel grappig. Weten ze het op het platform ook al? Niet te kijken. Nee. Is het een scoop? Ja. Dit is een scoop. Maar jullie hebben ook nog niet gezegd gelukkig wie het is. Maar dat is ook omdat ik denk, ik weet niet hoe oké je daarmee bent. Maar, want zij was stagiair bij Dumpert. Nou zeg je het wel Katja Schuurman? Oh, sorry, nu zeg ik eigenlijk alsnog wel. Ik wou hem flippen. Ik wou nog zeggen, is Katja Schuurman stagiair geweest bij Dumpert? Nee. Maar nu wordt het ook ongemakkelijk. Want ik wilde ook vragen, heeft je vriendin goede ad? Kan je niet vragen? Kijk, dit is dus niet oké. Hierdoor word je dus gecanceld. Ja. Dit is niet grappig. Nu ben je mensen aan het kwetsen. Dit kan niet. Dit gaat te ver. Dit zijn geen leuke grappen. Maar als ze er niet bij geweest was, had het dan wel gekund. Dan was het hilarisch geweest. Ja. Jawel, hè? Moeten we een sterretje zetten dat we dit knippen? Of zeggen, laat het allemaal maar in. Ik ben ook een billenman. ik pak hem wel even op. Ik ben ook ik ben een borstenman. Ik vind borst heel leuk. Omdat billen heb ik zelf ook. Snap ik. Borsten heb ik niet. Ik hoor heel veel gekke dingen aan die. Maar hij heeft mannenbillen, dat is toch heel wat anders. Ik wil gewoon iets vasthouden wat ik niet ook bij mezelf kan vasthouden. Sowieso een goede ass heb ik. Maar borsten. Mogen we je billen zien? Ja, tuurlijk. Nu? Oh, wacht. Ja? Maar hier, kijk, dit is gewoon. Dat is een goede asser. Dat is echt een goede asser. Hey, het klonk ook echt hard, man. Maar zeg eerlijk. Ja, man. En die wiebel was sexy. Hebben jouw billen ook sproeten? Nee, want die zien dus geen zon. Heb jij oranje schaamhaar? Zeker. Nice. Volgende statement. Ik ben ooit gehackt. Nee, volgens mij niet. Maar dit is ook zeker geen uitnodiging. Ben jij wel eens gehackt? Nee, gelukkig niet. Maar misschien als ik dadelijk dat mRNA-vaccin had, ik dan gehackt kan worden. Ja, precies, ja. Ik ook niet. Hackers, ik daag jullie uit. Het lukt jullie toch niet. Al mijn wachtwoorden zijn crazy. Ik ben echt heel goed in wachtwoorden verzinnen. En je gaat ze niet raden. En ik wissel ze de hele tijd. En ik klik niet op gekke linkjes die ik niet ken. En ik ga ook niet mijn bankrekeningnummer of mijn pincode naar jou sturen. Het lukt je niet. Dit is een uitdaging. Kom maar op! Die phishing WhatsApp met hey pap, ik heb een nieuw nummer. Sick, hè? Maar ik lees de laatste tijd best wel veel artikelen van mensen die dan inderdaad eerst zo €1000 overmaken. Dan denken, holy fuck, scam. En dan nog een val zetten. Dat vind ik wel sick, hoor. Ja, een val zetten? Hoe bedoel je? Ja, was van de week, was in Rotterdam volgens mij. Een vrouw van ergens in de 80 of in de 70 of zo, die had €1000 overgemaakt. Die besefte toen, ik ben gescamd. Ja. En die heeft toen die gast nog geappt. Ik heb ook nog €2000 cash, dat leg ik in de schuur en dan doe ik de deur niet op slot. Kan je dat ophalen? Zo sick. En toen gewoon politie gebeld met, hey, kom kijken. En dan is het gewoon is hij wachten. Gepakt? En dan gaan ze popcorn is hij gewoon... Ja, zeker. Wauw. Waar je nog twee extra koppen? Hallo, misdadiger. Ik kom heb maar nog halen, twee kom extra halen. Koppen. Het ligt in de schuur. Het ligt in de schuur. Ik heb een seksfantasie. Beyoncé in haar helikopter. Ja, dat is hem. Nu ik het ook gezien heb in mijn hoofd, moet het echt gebeuren. Maar het gaat niet gebeuren en daarom is het van te zien natuurlijk. Het probleem is dat zou ook zijn. Dan hebben jullie geen goede relatie. Jawel, ja. Sorry dat ik het nu moet zeggen, na 3 à 6 maanden al. Maar als jij het niet gewoon kan hebben over jouw seksfantasie, gewoon zo op je gemak. Dan is het geen gezonde relatie. En misschien relatie. Is dit het moment om hem te delen en dat het dan vanavond gewoon lukt. Of dit is het moment om het uit te maken, kan ook. Nee, zij weet mijn seksfantasie, maar de vraag is meer, ga ik dat nu hier delen, ja? Het is ook niet heel per se. Je bent bij statements en, we zijn allemaal eerlijk. Ja. En jij hebt mensen ook al in gekke situaties gezet met jouw programma. Dus. Ik denk dat de meest standaard voor de hand liggende een triootje is. Okay. Qua seksfantasie. Met vrouwen, mannen, dieren, wat praten we over? In principe vrouwen, maar een man mag er ook bij. Geen probleem. Oké. Okay. Ik vind alles buiten leuk. Spannend. Maar ik hoef niet per se betrapt te worden. Natuurlijk niet. Ja, dat vind ik wel een essentieel ding aan buitenleven, dat je niet betrapt wordt. Ja, sommige mensen zal dat een fantasie zijn. Ja, klopt. Oh, tuurlijk. Oh, nee. Ja, tuurlijk. Oh, nee. Oh, maar ik dacht echt, nu komt er iets crazy mind-blowing shit. Omdat, waarvan je dan zegt, kan ik niet zeggen. Want, jouw want daar gaan we. Ja. Nee, ik ben juist volgens mij een soort een toppunt van burgerlijkheid in bed. Ik hou niet van dingen met eten. Omdat ik altijd denk, ja, bijvoorbeeld van die sushi-vrouwen-plateaus. Niet dingen met slagroom en chocoladesaus, want chocola krijg ik nooit meer uit mijn beddengoed. Ja. Dat vind ik gewoon irritant, want ik heb kankerduur beddengoed.
Slagroom wordt hartstikke zuur. Hoeft voor mij ook niet, dus ben ik ook geen fan van. Trio was een tijdje fantasietje. Binder dan net, hoeft zeker niet nog een keer. Je vertelt er weinig, maar mannen, vrouwen, dieren? Wat praat je over? Was met twee vrouwen. Eentje daarvan was mijn vriendinnetje. Toen mijn toenmalige vriendinnetje, moet ik even erbij zeggen. En ik lag gewoon de hele tijd naast. Te kijken gewoon eigenlijk. Ik merkte gewoon aan alles, dit draait niet om mij. Oh, ja. Dat voelde ik. Ik was alleen maar bezig met, heb ik morgen genoeg afbakbroodjes? Ja. Weet je, allemaal dat soort rare dingen was ik mee bezig. We zijn gewoon saaie lullen, man. Misschien een keer in de Efteling? In de ruimte. Of in outer space? Met Elon Musk. Ik had hier niet willen zijn. Nou, dat vind ik wel heel flauw. Volgens mij schrijven ze die gewoon hier ter plekke, of niet? Ja, zeker. Ja. Om jou te fokken ook. Ik heb dit wel gisteren misschien uitgesproken. Ja. Van, ik wil niet. Ik wil niet. Waarom ga ik, weet je wel? Maar waarom ben je dan toch gekomen? Ik werd gepusht. Ik doe eigenlijk nooit interviews of mee aan YouTube dingen en zo. Ik word wel af en toe gevraagd, maar op een gegeven moment is het ook opgedroogd omdat ik gewoon steeds nee zei. Dus zeiden mensen ook van tief maar op met die gozer dan, weet je. Als je dan over jezelf moet gaan praten, dan wordt het helemaal... Vind je jezelf niet leuk? Jawel, nou ja, dat wel. Alleen ik ben gewoon... Nou, misschien ook niet altijd trouwens, maar weet je wel, in onze video's ook, het gaat toch wel vaak over de video's. We maken ook wel reportages en kleine documentaires en zo. Dan, ik zeg ook steeds vaak van, ik ga wel uit het kader en neem hem maar in beeld, weet je. En dan wil ik gewoon een goede vraag stellen of een goede opmerking maken. En, heb je nu zoiets van, ja, het valt mee, ik had me niet zo moeten aanstellen? Of ga je je vriendin thuis slaan? Nee. Dat toch sowieso. Die seksfantasie. Nee, ik voel me wel relaxed. Ik ken jou natuurlijk, ik vind jou een fucking legend, dus dat is een goede warm worden, denk ik. Dank je wel. Ik heb heel vaak dat ik iets doe waarvan ik zeker weet dat er 100 andere mensen het fucking graag hadden willen doen. Ah, ja. En dan denk ik op dat moment, ik voel het niet. En dan voel ik me tegelijkertijd zo schuldig naar iedereen. Ja. Bijvoorbeeld, nee, deze draaidag is superleuk, maar er zit ook wel eens een aflevering tussen waarbij je voelt, zo, dit is echt een partij werken, hey, dit had niet gehoeven. En dan weet je gewoon, hey, er hadden heel veel mensen hier gewoon willen zitten en dit gewoon willen doen en hier willen lullen. Zet je daar gewoon even over. Dat is het vaak. Zet je er gewoon even overheen. Ja, het is misschien ook niet eens, ik had hier niet willen zijn, maar ik wil er niet naartoe. Maar dan als je er bent, dan valt het wel weer mee. Dan is het wel weer oké. Ja. Ja. En ik heb heel vaak dat ik gewoon denk, kom op. Dit is gewoon ook je werk. Ja, precies. Kijk op mijn klokje. Oh, ik sta al een uur en een kwartier in show te spelen. Ik moet nog 15 minuten en ik ga nu afhaken. Wat gebeurt er nou? Ik geloof het niet, maar ik ga jullie toch weer bedanken voor het kijken. Jullie zijn de allerbeste. Maar wie ook heel goed is, René van Meurs. Maar wie ook echt heel goed is, René van Leeuwen. En Willy Wartaal. En misschien moet je volgende week weer kijken, want dan zie je dit. Ik heb een dingetje op het internet dat mensen mij kip nuggets buik noemen. Ja. Sick. Dat hoeven we nu niet te zien hoor. Nee. Hoef je niet te laten zien hoor. Willen we niet zien. Nee. Dus doe dan. Goed, nou, dit wordt zo'n aflevering.